goedenavond. Wij zijn vanavond in de Ommen, waar we als VVD'ers bij elkaar zijn om de campagne voor Provinciale Staten een formele start te geven. En we zijn ontzettend blij dat Fred Teeven, onze staatssecretaris in Den Haag, vandaag bij ons is om ons iets te vertellen over zijn ervaring in het kabinet en zijn ervaring op het onderwerp waar hij Nederland heel bekend op is geworden, om daar ons iets over te vertellen. En ik ben ontzettend benieuwd of je net zin hebt in Den Haag. Ja, het is toch heel bijzonder, hè? Want je hebt het 4 jaar in de oppositie heb je aangegeven hoe je dingen wil veranderen. Dat je meer zorg wil voor slachtoffers. Dat mensen zichzelf moeten kunnen verdedigen in hun eigen huis of hun eigen bedrijf. Dat je dan niet meteen wordt aangehouden door de politie. Al dat soort zaken, daar heb je jarenlang over gesproken. En dan zit je vanaf 14 oktober in dat kabinet. En dan moet je ook daadwerkelijk meteen dingen gaan doen. En er zijn natuurlijk dingen, daar is heel veel geld voor nodig. Er zijn dingen, daar is ook wetgeving voor nodig, maar er waren ook een aantal zaken die we vrij snel konden regelen, Ivo Opstelt en ik. Bijvoorbeeld het afschaffen van de bonnenquota, daar zijn Ivo en ik snel mee aan de gang gegaan. Als mensen uit de TBS ontsnappen en ze blijven langer dan 24 uur weg, dan hebben we gezegd, dan blijf je ook een jaar binnen als je je niet aan de afspraken houdt. We hebben ervoor gezorgd dat mensen zichzelf kunnen verdedigen tegen een overvaller of een inbreker in de eigen woning. En we zijn nu ook bezig om te zorgen dat de bereikbaarheid in de landelijke gebieden ook groter wordt. En dat is voor Overijssel, voor jullie provincie natuurlijk heel erg belangrijk, dat die politie gewoon op tijd op bepaalde plaatsen is. Dus we zijn echt op dit moment ervoor aan het zorgen dat de politie onbureaucratiseert, om het zo maar te zeggen. Landelijke overwerkregelingen aanpassen, zodat ze makkelijker kunnen gaan overwerken. Dat zijn allemaal zaken waar we de wet niet voor hoeven te veranderen. Laat onverlet dat we ook een aantal zaken moeten hebben waar we de wet voor veranderen. En daarin, dames en heren, is het natuurlijk ontzettend belangrijk voor dat u 2 maart in Overijssel naar de stembus gaat en VVD stemt. Want u weet het, Provinciale Staten in Overijssel zijn heel belangrijk. Maar de Provinciale Staten kiezen direct ook de Eerste Kamer. En het is buitengewoon belangrijk dat die Eerste Kamer ook een meerderheid krijgt. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom we ook zeggen, nou, al die mensen in al die provincies die moeten heel hard rennen om te zorgen dat de VVD met het CDA en de andere gedoogpartijen ook die meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Dat is heel belangrijk, want als we dat niet krijgen, dan kunnen we Nederland niet goed regeren. Meneer Teeven, de politie wordt gereorganiseerd in Nederland. Dat wordt een beetje steviger aangestuurd vanuit de Haagse politiek. Kunt u ook zeggen wat dat betekent voor de politiezorg in de gemeente en in op het platteland in onze mooie provincie? Nou ja, wat er zal gebeuren is dat hier in Overijssel en Gelderland de provincies bij elkaar worden gevoegd. Je krijgt hier 1 politieregio, regio Oost. Er komen meer dan 1000 agenten in die regio te werken. Op die manier willen we ook de slagkracht in de regio vergroten. Een aantal politieregio's hier in de provincie Overijssel en in Gelderland zullen er ook mensen bij krijgen. Dat staat ook vast, dat zal de komende tijd ook gaan gebeuren. En dat betekent dat we niet alleen voldoende mensen hebben in de steden, maar dat we ook straks voldoende mensen hebben op het platteland. Want de grote zorgen van mensen zijn, ja, de aanrijdtijden van de politie zijn erg lang. Als je aangifte wil doen, dan is er geen tijd voor om aangifte te doen. Nou, dat zijn zaken waar Opstelt en ik echt de komende 2 jaar heel snel verbeteringen willen aanbrengen. Dus een betere organisatie, minder vergaderen en meer blauw op straat. Dat is wat u Meer blauw op straat, dat betekent gewoon dat de uren dat agenten met hun daadwerkelijke werk bezig zijn en niet met administratie. Die uren die moeten we daadwerkelijk gaan vergroten. Dat kost heel veel moeite, maar dat kan wel. En we denken dat er echt nog 10% meer winst is te halen. Dat we kunnen zorgen dat nog meer blauw gewoon op straat is en daar het werk doet. Zowel in de recherche, als je aangifte moet doen, als in de uniformdienst. Ja. U hebt net verteld, en dat zien we ook dagelijks in de krant, dat u een groot aantal dingen hebt gedaan die zichtbaar maken dat de VVD in het kabinet zit. Daar zijn we ontzettend trots op. Kunt u ook nog een tipje van de sluier oplichten wat wij de komende weken nog van u kunnen gaan verwachten? Ja, wat Opstelt en ik in ieder geval gaan doen bij Veiligheid en Justitie, dat is dat we gaan zorgen dat TBS-behandelingen, mensen die criminelen die zijn opgenomen, die een TBS-behandeling krijgen, dat niet zomaar meer door rechters kan worden beëindigd. Dat je, als er adviezen zijn dat mensen langer moeten worden behandeld, dat rechters dan niet kunnen zeggen, dan maken we een eind aan. Dus we gaan zeggen, nou, die mensen moeten veel langer in behandeld worden. We gaan zorgen dat slachtoffers een betere positie krijgen. Daar gaan we ook de komende weken nog aan werken door het spreekrecht verder uit te breiden. We willen ook voor nabestaanden het spreekrecht hebben op zitting. Dat mensen die iemand verloren hebben, een dierbare, die iemand iets is aangedaan, dat die ook een verhaal kunnen vertellen. En we willen ook zorgen dat de schade nog beter verhaald wordt. Dus we zijn ook bezig, de minister en ik, om een aparte regeling te maken voor het beslag op geld bij daders.
Zodat als je schade hebt als slachtoffer, dat je dat daadwerkelijk ook meteen vergoed krijgt. En dat zijn zaken die we de komende weken tot 2 maart nog proberen bij de Kamer te krijgen. Dat naar de Kamer toe te brengen. En natuurlijk, wat u ook hebt gehoord, is dat we bezig zijn met het wetsvoorstel om de verjaring voor ernstige misdrijven af te schaffen. Zedenmisdrijven, geweldsmisdrijven, straatroof, dat zijn met ernstig letsel. Dat zijn zaken waarvan we zeggen dat moet gewoon niet meer verjaren. Dus we willen gewoon dat die zaken steeds doorgaan. Tot slot, hè, en dat is denk ik voor een provincie als Overijssel denk ik gewoon heel belangrijk, is dat wij zeggen er moet toch meer over de regiogrenzen en over de provinciegrenzen ook heen worden gewerkt. Dus als we hier in Overijssel met een aantal roofovervallen zitten, we zitten met ernstige criminaliteit hier in Overijssel, en ze hebben op een bepaald moment in Drenthe of Gelderland niet zoveel te doen, dan moeten die mensen gewoon ook hierheen getrokken kunnen worden om hier het werk te doen. Dat moet allemaal veel makkelijker worden. En de grensoverschrijdende criminaliteit die is natuurlijk ook hier aan de orde. Denk aan de hele A1-verbindingsas, waar vrij veel mensen vanuit Oost-Europa naar hier komen om dingen te doen die wij liever niet hebben. Hebt u daar ook een beeld van of die samenwerking met de Duitsers ook kan worden geïntensiveerd? Nou, we zijn in gesprek met de Duitsers. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen op de laatste raad in Boedapest een aantal weken geleden, toen Opstelten en ik daar waren. Er zijn wat problemen in onze organisatie van de politie, dat is allemaal niet hetzelfde, dus dat moet op elkaar worden afgestemd. Maar we hebben gewoon goede hoop dat we die samenwerkingsverbanden over de grens heen, zoals je bijvoorbeeld in Gelderland in Dinxperlo hebt, hè? Ja. Maar ook in Enschede heb je dat natuurlijk met Glanenbrug en over de grens in Gronau. Die samenwerkingsverbanden tussen die politiekorpsen, dat we dat ook op wat grotere schaal kunnen doen als het gaat om de misdaadbestrijding. Nou, daar hopen we echt klappen te gaan maken de komende maanden. En Overijssel zal er ook de positieve gevolgen van merken. Ja. Dames en heren, u hoort het. Meneer Teven bruist van energie. Die zal de komende jaren nog heel veel van zich laten horen. Daar zijn wij trots op. Maar hij kan dat alleen doordat er een goede, stevige Eerste Kamer is om die wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden aangenomen ook er doorheen gejast kunnen worden, om het maar zo te zeggen. En dat kunt u mede voor zorgen om op 2 maart op de VVD te stemmen, want dan kunnen provinciale staten die dan vervolgens de Eerste Kamer kiezen, zorgen dat er een stevige Eerste Kamerfractie komt van de VVD. Wij hebben uw steun hard nodig. Kan ik op u rekenen? Stem VVD.